als het om grote belangen gaat. Rijk en arm. Rijk en arm in Nederland hebben verschillende belangen. En de sociale verschillen in Nederland zijn ook best wel groot. Zo verdient een miljonair heel snel geld, terwijl bijvoorbeeld een kamermeisje het hele jaar moet werken voor een veel lager loon. Dat noemen we sociale verschillen. En die zijn in Nederland nog steeds aanwezig en worden soms zelfs groter. Toch komt het eigen belang eerst. Stel je kijkt naar jezelf. Dan kun je je afvragen, wat wil ik eigenlijk? We gaan dan spreken van het belang. Maar, wat voor belang heb jij dan? Je belang wordt bepaald door iets wat in je voordeel is en je maatschappelijke positie. Geld, aanzien en zeggenschap zijn voorbeelden van belangen die mensen vaak hebben. Leg het even uit in een voorbeeld. Stel, we nemen twee groepen, eentje met een hoog inkomen en eentje met een laag inkomen. De groep met het hoge inkomen heeft bijvoorbeeld meer belang bij lage uitkeringen. Zij hoeven dan minder belasting te betalen en houden dus meer van hun geld zelf over. Als je een laag inkomen hebt, of je hebt bijvoorbeeld zelfs een uitkering, heb je natuurlijk veel meer belang bij een hoge uitkering, omdat je er zelf misschien eerder mee te maken krijgt. Soms is het belang zo groot dat het voor een hele groep mensen geldt. We spreken dan van een groepsbelang. Je bent dus niet meer alleen, maar je hebt een hele groep mensen die hetzelfde willen. Want immers, samen sta je sterk. Als je gaat organiseren in een groep, dan spreken we van een groepsbelang. Bekende belangengroepen zijn bijvoorbeeld de ANWB, FNV Bondgenoten en het Wereld Natuurfonds. Soms hetzelfde, soms niet. Het kan zijn dat een belangengroep de ene keer hetzelfde wil en de andere keer dat ze totaal iets anders willen. We kijken even naar een voorbeeld met twee belangengroepen. De AOB, de Bond voor Leraren en het LAX, het Actiecomité voor Scholieren. Beiden zijn voor meer geld naar het onderwijs. Tot zover nog geen probleem. We spreken dan van gemeenschappelijke belangen. Als het dan gaat om hoe dat geld dan eenmaal moet worden besteed in het onderwijs, dan wordt het heel anders. Het LAX ziet dat geld liever naar de leerlingen gaan, terwijl de Algemene Onderwijsbond dat geld dan weer liever naar leraars die gaat. Dus soms denken ze hetzelfde en soms ook niet. We spreken dan van tegengestelde belangen.